Ze zijn te gast in dit land. Ja? En dit land is natuurlijk niet toevallig zoals het is. Wat Smeets eigenlijk zegt is, ze zijn te gast in dit land, dus ze moeten zich aanpassen. Als het aan u ligt, staat een groot deel van onze burgers buitenspel. Bestaat buitenspel ook bij hockey? Uw pleidooi is... Want wij zijn graag de gordelpannenkoek naam van de wereld. Ik ben chef de Klerk en ik heb 9 maanden in Afghanistan gediend. Oké, fijn dat je er bent. Dat intiemer zijn, is dat met z'n allen tegelijk of één voor één? Nou, ik doe het ook liever niet hoor, maar acteren word je niet rijk van. Misschien ben je wel gewoon niet goed genoeg. Nou, kom een keer kijken. Omdat ik zoveel van je hou. Ik heb een vriend, ik wil je dinsdag meesleuren naar zijn vaders verjaardag. Aanswart. Je moet bij mij niet zo beginnen. Er zitten 2 nestenhoentjes in het riet. Zo'n halve garen die er net voorbij komt in een soepjurk. Die is toch achterlijk? In zekere zin is zo iemand wel achterlijk. Zeg dat nou eens in het openbaar. Dan stem ik bij wijze van spreken ook nog op je. Hun cultuur is achterlijk, zegt Jos Franse, politiek leider van Rood-Groen. Ik heb het nooit in de context gezegd. 72% vindt de uitspraken van Jos Franse niet kwalijk. Rood-Groen groeit aanzienlijk. Hij is stapelgek geworden. Het ene moment zegt u dit, dan weer dat. U bent een draaideur. Een echte man leidt de natie. Als jij niet in staat bent om een lekker wijf te friseren, dan ben je zeker niet in staat om een land te besturen. Nou, de heer Franse die doet er goed aan om zichzelf eens goed in de spiegel aan te kijken en zich de vraag te stellen, waar ben ik nou in vredesnaam mee bezig? Weet je er ook iets? Nou. Wil je me nog naakt zien? Nou, ik zal nooit mijn bek houden. Zeg nou zelf, wat deugt er niet aan mij? Zeg gewoon een sociaal. Nou, succes met je geweten dan maar.